Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima organiseren vrijdagmiddag op Paleis Noordijnde een lunch voor 27 genodigden om hun waardering voor hen uit te spreken. Onder andere presentator Eva Inek, politiewoordvoerder Elie Lust, documentairemaker Frans Bromet, zanger Lee Towers en Schaatser Kai voorbij waren erbij. De bekende en onbekende genodigden hebben onlangs een prijs of andere onderscheiding gekregen voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren, zoals kunst en cultuur, media en journalistiek, wetenschap, zorg, Sport en bedrijfsleven, het Koningspaar wil met de lunch waardering uitspreken voor deze mensen.